Laten we openstaan deze middag. Let's open this afternoon. Hallelujah. Colossians 1 vers 27. Colossians 1 vers 27. En mijn onderwerp van deze middag is. And my subject of this afternoon is. De Heilige Geest in u. Voor de mensen die niet weten, for the people that don't know, ik ben pastora Vanessa. My name is pastora Vanessa. Ik ben een van de voorgangers in het huis. The pastors of this house. Aangesteld door God. And I am ordained by God. En ik dank hem daarom voor deze. Thank him for this opportunity. Ik dank mijn man. And I thank my husband. Dat hij mij de gelegenheid geeft om te prediken. That he gives me the opportunity to preach. Hele uitdaging af en toe. And sometimes it's a quite of a challenge. Zoals vandaag. Like today. Maar ik geloof dat de olie alleen maar meer kan worden. That the only will only increase. Wanneer de olijf helemaal vervuld is crushed. Dus ik sta hier als je voorganger. So I'm standing here as your pastor. Crushed. Amen. But not defeated. Amen. Amen. Crushed. But slaughter of for slaughter. Crushed. For bedrukt. But not my needs surrendering or giving up. Dat ik opgeef of dat ik het overgeef. Halleluja. Dank u Jezus. De Heilige Geest in u. The Holy Spirit in you. Wat een boodschap alleen. Halleluja. Vandaag ga ik het hebben over de Heilige Geest in u. Today I'm going to talk about the Holy Spirit in you. En wat zijn taak is. And what his duty is. En waarom u de Heilige Geest heeft gekregen. And why there is given to you the Holy Spirit. En waarom hij zo belangrijk is. And why he is so important. Waarom is hij zo significant. Why he is so remarkable. Daar gaan we het over hebben vandaag. And that's what we're going to talk about today. Redding. Hij is tweeledig. Salvation is twofold. Dit is de inleiding, want het is heel belangrijk dat u dit meekrijgt. And this is what it entails, so you have to really know that this for you to go further with it. Aan de ene kant, at one point, het werk van redding, the work of salvation, welke door Christus is volbracht, which is wrought by Christ, door zijn leven, by his life, door zijn dood, by his death, en zijn wederopstand, and his resurrection. Dat is de ene kant van redding. That is one side of salvation. Dat zijn zeg maar de dingen die u zijn toegekomen omdat hij het offer heeft volbracht. Those are the things that are given to you because he made the sacrifice. Dus nu heeft u recht op leven. So now you're entitled of life. U heeft recht op voorspoed. You're entitled of prosperity. U heeft recht op zegen. And you are entitled of blessing. Geweldige dingen allemaal. A very great things. Geschreven woord van God. The written word of God. U kunt lezen waar u recht op heeft. You can read what you are entitled to. Eerst had u daar geen recht op. And before you did not have the right to. Want u was een because you were a slave van de zonde of sin. Maar nu dat u tot bekering bent gekomen, that you have come, bent u een mede erfgenaam van God. Now you're joint heir with God. En heeft u recht. And you are entitled. Want u heeft een erfenis gekregen. But because you have been given an inheritance. Het geschreven woord van God. The written word of God. 37.000 beloftes. 37.000 promises. Krachtig. Powerful. Geweldig. Great. Maar ja. But als je het alleen maar weet. If you only know it. En je doet er niks mee. And you don't do anything with it. Heb je er nog niks aan. You cannot have daarom, het tweede kant van redding. So the second part of salvation. Dat is het werk dat God wil doen. That is the work that God wants to do. Door ons heen. Through us. Door Christus. Through Christ. In de persoon van de Heilige Geest. In the person of the Holy Spirit. Om ons te bekrachtigen. To empower us. En dat gaan we lezen. And that is what we're going to read. In Colossians 1. In Colossians 1. Vers 27. Verse 27. To whom God was pleased to make known how great for the Gentiles are the riches of the glory of his mystery. Which is Christ within and among you. The hope of realizing the glory. Hallelujah. Dus u is gegeven. So you are given. En waarom lees ik het in het Engels? Want in het Nederlands. Why do I read it in the English version? In het Nederlands is een beetje. Because in het Engels it's a bit weak still. Maar in het Engels staat het heel duidelijk. But in the English version it is very clear. Dat u een drager bent van Gods glorie. That you are a carrier of the glory of God. En die glorie dat bent u niet. And that glory you are not that. It's the Holy Spirit. It is the Heilige Geest. Given to you. Aan u gegeven. In your spirit.
important dat u niet alleen het woord van God kent. That you don't only know the word of God, maar dat u ook geleid wordt door zijn geest. But that you are also led by his spirit, omdat het samenkomt. Because it comes together. Als u alleen maar het woord kent. Because if you only know the word, dan is er naar alle waarschijnlijkheid. Then it will probably be dat je jezelf zal vinden en werken van religie. That you will find yourself in the works of religion. Je gaat alleen maar wettig zijn. Want je kent alleen maar het geschreven woord. Because you only know the written word of God. Maar Jezus zegt in Johannes 6 vers 63. John 6 vers 63. De woorden die ik spreek op u. Speak unto you. They are spirit and they are life. Geest en leven. Ze zijn geest en leven. They are spirit and they are life. Dus het woord van God. So the word of God is niet alleen maar het geschreven woord van God. It's not only the written word of God. Hallo. Hello. Is iemand aanwezig? Is somebody here? Dus je kan wel je Bijbel lezen. Do you can read your Bible? Maar dat betekent niet dat je God kent. But it doesn't mean amen that you really know God. Amen. Want als je een boek leest, if you read a book, betekent niet dat je de auteur kent. Doesn't mean that you moet met de auteur praten. Yes. The author, om te weten wat het boek bedoelt. To know what the book means. Daarom is het belangrijk dat je niet alleen het woord van God kent. That is why it's so important that you don't only know the word, maar ook de geest van God kent. Jezus. And that's what Jesus said. De woorden die tot u spreekt zijn geest en zijn leven. The words that I speak of you are spirit and they are life. Het is een geestelijk boek. It is a spiritual book. Het is niet een roman. It is not like a novel. Het is niet een historieboek. It's not a historical book. Het is gedeeltelijk geschiedenis. It is partially history. Om voor ons van te leren. To learn from. Maar het is niet een historisch boek om te zeggen dat gebeurde toen. But it's not in history. En nu niet meer. Oh, it just happened then, and now it's not happening anymore. Want God zegt, ik ben. Because God says, I am. Hetzelfde. The same. Gisteren. Yesterday. Vandaag. Today. En tot in alle eeuwigheid. Forevermore. Amen. Amen. En er is ook iets wat er gebeurt in het lichaam van Christus. And there is something that is happening in the body of Christ. Sommige mensen zeggen, ja. Some people say. Misschien ken ik het woord van God niet zo goed. Maybe I don't know the word of God so well. Maar. Ik kan stemmen horen. But I can hear voices. Hey, sorry, maar dat soort mensen. Sorry, but those kind of people. Je kan stemmen horen. You can hear voices. Weet je wat voor stem het is? Hey. Als jij het woord van God niet kent. Kan jij onderscheiden. Welke stem tot je spreekt. What kind of voice is talking to you? Is het misschien een waarzeggende stem? Is it a divination voice? Ja. Wat? Because. Luister. Listen. Het gaat samen, hè? It goes together. Het woord van God. The word of God. En de Heilige Geest. And the Holy Spirit. Want Johannes 1 vers 1 zegt. Because John 1 verse 1 says. Dat de Geest en het woord van God overeenstemmen. That the Spirit and the Word they agree. Laten we het lezen. And let us read it. Johannes 1. John 1. Vers 1. Verse 1. In het begin was het woord van God. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus God en zijn woord zijn één. His word are one. Zijn geest. His spirit. En zijn woord. And his word zijn één. Are one. De Heilige Geest. The Holy Spirit. Heeft zichzelf beschreven. Has described himself. In dit boek. In this book. Snap je wat ik bedoel? Do you get what I mean? Begrijpt u dat? Do you understand that? God. God. Heeft zichzelf. Heeft zichzelf beschreven. Has described himself. In dit boek. In this book. Wie hij is. Who he is, wat hij heeft, what he has, wat van u is, and what is yours, waar u recht op heeft, what you're entitled waar u voor moet oppassen, what you have to be careful of. Het staat erin geschreven. It is written there. Maar als je de geest van God niet hebt, but if you don't have the spirit of God, dan weet je niet wat hij daarmee bedoelt. Then you don't know what he means by it. En als je alleen maar zegt dat u de geest van God hebt, and if you only say that you have the spirit of God, maar je kent het woord van God niet, but you don't know the word of God. De Bijbel zegt. The Bible says. Toets het woord. The word. En behoud het goede. And keep the good. En heel veel mensen doen dat niet. And a lot of people don't even do that. Brother! Ik heb een profetie voor u. I have a prophecy for you. Oké, als iemand naar me toe komt om te profiteren, begin ik alle tongen te leren. I am already praying in tongues, right? En het is niet dat ik u niet vertrouw. It's not that I don't trust you or something. But I need to be in the spirit. Maar ik moet in de geest zijn. Amen. Niet in het vlees. Amen. And not in the flesh. Want God spreekt tot u. Geest. God is geest. God is spirit. Oké. Amen, amen. God
is geest. God is spirit. Johannes 4. John 4. Vers 24. Verse 24. God is geest. God is spirit. Ja, ik kreeg een profetie. Yes, I received the prophecy. En ik kreeg helemaal kippenvel. Oh, and I have goosebumps all over. Nu weet ik dat God het is. Now I know it's God. Ik viel onder de kracht van God. I fell under the power of God. Ik rolde de baan. I was broken. Ik maakte nog een salto. And I made a salto as well. Ik weet dat dit God is. I know that this is God. Dat hoeft niet per se zo te zijn. That doesn't really necessary. Waar is het gewoon dat we kritisch naar iets kunnen luisteren? That we can critically listen to something. In de geest van God. In the spirit of God. Want wanneer God spreekt. Because when God speaks. Het is niet juist niet strelend voor je vlees. It, most of the time is not even pleasing to the flesh. Waarom niet? Why not? Omdat het iets geestelijk is. Because it's something spiritual. En de Bijbel zegt. And the Bible says. In Johannes 4 vers 24. In John 4 verse 24. God is geest. That God is spirit. En wie hem aanbidden. And those who don't worship him. Moeten hem aanbidden. Must worship him. In geest. In spirit. En in waarheid. In truth. En wat is de waarheid? And what is the truth? Jezus zegt. Jesus says. Ik ben. Je kan toen je tot Christus was gekomen in schulden zijn. You can be when you came to Christ are in debt. Maar wil God je zo laten? But they can't put a wil God je zo laten? Laat dat God zien aan de wereld. Let that show God. Hallo? Hallo? Daarom snap ik ook niet. That's why I don't get it. Wanneer je naar iemand luistert. When you listen to somebody. En dit heeft niks te maken met dit verhaal, want dat zou ik sowieso zeggen. Anything to do with the story because I was going to say this anyway. Wanneer je iemand ziet. When you see somebody. En je kijkt naar iemand op. And you look up to somebody. Die geestelijk verder zou moeten zijn. Supposed to be. Kijk naar vruchten. Then look at the fruits. Amen. Kan je de lijst zien? You see fruit. Dat die persoon in Christus is. Really is in Christ. Waarom geloven we mensen? Why do we believe people? Maar je ziet geen vruchten. Jesus. Ik snap het niet hoor. Ik ga niet luisteren naar iemand die je schulden zit. Hey. En dan kom je mij een financieel advies geven. Hallo? Hallo? Dat is gewoon vreemd. That is really strange. Je wilt me, jij wilt mij een geestelijk advies geven. You give me a spiritual advice? Maar als ik naar je leven kijk. But if I look into your life, je bent geestelijk niet stabiel. You're spiritual not stable. Nee, sorry. No, I'm sorry. Mijn Bijbel. My Bible. Even terug naar het woord van God. See, you go back to the word of God here. Als je het woord van God niet kent. That's why if you don't know the word of God. Mensen kunnen je echt misleiden. That people really can mislead you. Yeah. En als je de Heilige Geest niet hebt. And if you don't have the Holy Spirit. Kan je signalen missen. You can miss. Je hebt allebei nodig. Because you need both. Dus wees niet iemand die zegt ja. Somebody that says. Alleen het woord van God is belangrijk. Only the word of God is important. Al deze vreemde profetische stemmen. All this strange prophetic voices. De Heilige Geest is ook een profetische stem. No, the Holy Spirit is also a prophetic voice. Dus wat ga je daar aan doen? So what are you going to do about it? Wat ga je daar aan doen? What are you going to do about it? Wat zegt Johannes 16 vers 13? Does John 16 verse 13 say? Het grappige is, als je een profetische bent geroepen. If you are called to the prophetic. Het eerste wat je altijd tegen God zegt. The first thing what you say to God. Heer. Lord. Ik heb hier geen zin in. I really don't want to do this. Maar er is al zoveel vreemde dingen there rondom so de profetie. En dan noemt u mij een profetes. Let this stop as we buy. Kan niet iemand anders een profetes zijn? Dat is niet iets wat ik wil. That's something that I really don't want. Maar God. But God bestemt.
En God roept u juist op. And God is calling you. Als je een profetische gave heeft. If you have a prophetic gift. Om dit ding te corrigeren in het lichaam van Christus. To correct this in the body of Christ. The Bible says. The Bible says. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid. Dat is dus de Heilige Geest. And that is the Spirit of Truth. Zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. He will tell you. Dat is de taak van de Heilige Geest. And that is the duty of the Holy Spirit. U heeft de Heilige Geest nodig. You need the Holy Spirit. Om u te zeggen wat de toekomst zal brengen. Tell you what the future will be. Hij zal het woord van God gebruiken. He will use the word of God. Om dingen duidelijk te maken. To make things clear. Dus onwetendheid. So ignorance is geen excuus. It's no more an excuse. Ja, ik wist het niet. Ik wist het niet. I did not know it. Nee, je relatie met de Heilige Geest is niet. Your relationship with the Holy Spirit is not good. Maar de Heilige Geest wil u altijd vertellen als er iets aan de hand is. Because the Holy Spirit always wants to tell you when there's something going on. Zelfs als je het woord van God niet zo goed kent. Even if you don't know the word of God very well. En je bent in gesprek met iemand. And you are in a conversation. En die persoon vertelt je iets. And the person is telling you something. Dan ervaar je iets van. En je kan het niet uitleggen. En dat is vaak voor de kind, voor de mensen die pas op de kind zijn gekomen. For the people that just come to the faith. Waarom? Why? Romeinen 8. Romans 8. Vers 14 en 16. Vers 14 en 16. 15. Nee, 14 en 16. Ja, dat is goed. Romeinen 8. Romans 8. Dank u, Heilige Geest. Romeinen 8, vers 14. Want alle die door de Geest Gods leid worden, zijn zonen Gods. Wat zegt vers 16? Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dus de Heilige Geest hoort u te leiden. So the Holy Spirit is supposed to lead you. Hij hoort u te leiden. He is supposed to lead you. Hij wilt u alles vertellen. He wants to tell you everything. Wat er in de toekomst gaat What gebeuren. What is going to happen in the future. Hij wilt u vertellen. He wants to tell you. En getuigen in uw geest. He wants to testify in your spirit. Als er iets verkeerd is. If there's something wrong. Dus je kunt niet zeggen, God heeft het me niet gezegd. So you cannot say, God didn't tell you. Maar God geeft altijd een signaal. Maar wie weet, but who knows, met, net zoals bij een radiostation. Just like the radio station, je moet fijn getuned zijn. You have to be fine-tuned om de juiste bericht te kunnen horen. To receive the right message. Je moet op de juiste frequentie zijn. You have to be on the right frequency. Wie weet dat als je radio wil luisteren, dan moet je hem heel secuur afstellen. Radio, you really have to be precise in the way you turn the frequency. En zo moet u niet spelen met uw relatie met de Heilige Geest. And this is how you cannot play with your relationship with the Holy Spirit. Want u bent de tempel van de Heilige Geest. You are the temple of the Holy Spirit. U bent de drager van de glorie van God. You are the carrier of the glory of God. Halleluja. Toen u wederom geboren werd, when you just got born again, is u leven gegeven. There was given you life. Leven. Life. Gods leven. God's life. A Zoe kind of life. A Zoe soort leven. Dat is het leven van God zelf. That is the life of God himself. Hoe heeft hij dat gedaan? And how did he do this? Hij heeft de Heilige Geest in u geplaatst. He has put the Holy Spirit in you. En daarom. And that's why, door het leven dat in u is, through that life that is in you, kunt u niet meer hetzelfde zijn. You can no longer remain the same. U heeft een andere geest gekregen. You have given now another spirit. U kijkt nu anders naar dingen. Now you can look you are looking different towards things. En de reden waarom mensen nog steeds vleeselijke christenen zijn. And the reason why people still are carnal Christians. Omdat ze niet begrijpen. Is because they don't understand. Dat als je een nieuw leven hebt gekregen. Dat je terug moet gaan. That you have to go back. Naar God die het leven heeft gegeven. God that has given you that life. Om te vragen. To ask him. Om begeleiding. To guide you. Om in het nieuwe leven te leven. In this newness of life. En je zegt je bent een christen. And you say that you are a Christian. Maar als het goed is vanaf het moment dat je bent wedergeboren. Right there from the moment that you were born again. Tot en met
is een verandering gaande. Amen. There is a change going. Is een verandering gaande. There is a change going. U verandert naar het beeld dat God is. That God is. Want u komt van ergens vandaan. Because you came from a somewhere. Dat niet eens op God leek. That not even looked like God. Maar nu dat u uw leven hebt gegeven aan God. But now that you have given your life to God. Bent u niet meer hetzelfde. You are now no longer the same anymore. En als u zegt. And if you say. Dat u een christen bent. That you are a Christian. En er is geen verandering gaan in uw leven. And there is no change going on in your life. Dan bent u niet wederom geboren. That you are not born again. Oh, sorry. Ik zei iets harsh. I'm sorry. I said something harsh. Maar aan de vruchten kent men gewoon. By the fruits you will know the tree. Als je zegt je bent een christen. If you say that you are a Christian. Is er bewijs dat je een christen bent. Then there is proof that you are really a Christian. Dan ben je niet meer iemand. Then you are no longer somebody. Met je eigen mening. With your own. Met de manier hoe jij dingen wilt zien. How you want to perceive or want je wilt dingen doen hoe God het wil. Because now you want to do the things the way God wants. Want je begrijpt dat God het beste voor je wil. Because now you have come to the understanding that God wants the best for you. Dat God liefde is. That God is love. Dat God altijd. That God always. U op het oog heeft. Has his eye on you. Dat u zijn lieveling bent. That you are his favorite. Dat u zijn oogappel bent. That you are the apple of his eye. Sommige mensen begrijpen niks van liefde. And some people don't even understand anything about love. Omdat ze geen liefde hebben gekend because in hun leven. Because they have never known love in their lives. Dus in het begin is het normaal. So in the beginning it is normal. Dat je voorgangers vraagt hoe dat dan werkt. That you are asking your pastors how is this really working then? Maar het kan niet zo zijn. But it cannot be. Dat je 20. That 20. Oké, laat me zeggen. Ik vind. What does he say? 5. Vanaf 5 jaar. From 5 years. Of langer in de kerk zit. Or longer in church. En je bent nog steeds hetzelfde. And you are still the same. Jesus. Dan is iets echt verkeerd. Yeah. Then something is really wrong. Uw voorgangers zijn daar om u te begeleiden. Your pastors are there to guide you on the way. Maar ze zijn geen God. But they are not God. Maar weet je waarom mensen voorgangers als God beschouwen? But you know why people see pastors as their God? Omdat ze geen persoonlijke relatie hebben met de Heilige Geest. Because they don't have a personal relationship with the Holy Spirit. Dus alles wat de voorgangers zeggen. Everything what the pastor says. Dat ga je doen. That is what I'm going to do. Als het goed is. And if it is right. Ik ben zelf een voorganger. And I'm a pastor. Dus ik kan het zeggen. So I can tell you. Als ik u iets zeg. If I tell you something. Is het niet iets nieuws? It is not something new. Maar de Heilige Geest heeft het al lang tegen u gezegd. Misschien begreep je het niet helemaal. You didn't really understood it. Of misschien kon je het niet helemaal bevatten. Or maybe you couldn't really perceive it. En daarom heb je ook voorgangers. And that is why you also want je bent groeien in de geestelijke dingen. Growing in the spiritual things. Maar het is niet iets nieuws. But it's not something new. Daarom. And that's why. Als iemand over me profeteert. If somebody is prophesying about en hij zegt iets. And it says of something. Zij zegt iets. Or she says something. Wat ik nooit in mijn leven heb gehoord. Never heard my life before. Yes, Sabbath. In de naam van Jezus. Ik neem niks aan. And I don't take anything of it. Jullie begrijpen het niet. And you don't understand. We zijn in een tijd. We are in a time. Dat mensen worden misleid. People are misled. Mensen worden misleid. People are misled. Met allerlei dwaalleer. Jezus is daar. Kom, we gaan naar die conferentie. Yeah. Jezus is daar. Kom, we gaan naar die conferentie. Yeah. Jezus is hier. We gaan naar die conferentie. We're gonna go to the conference. Als u Jezus niet zelf kent. If you don't know Jesus. Dan denk je echt dat Jezus overal daar is. Is everywhere out there. Voordat je het weet. And before you know. Zit je in een conferentie. You are sitting in a conference. Ik heb echt gelachen. Mijn geestelijke vader. My spiritual father. Gaf een conferentie deze afgelopen dagen. Gave a conference these last couple days. Hij zegt sommige dingen. Something. Zeg gewoon boeren nuchtere verstand. It's just like very sense. Common sense. Yeah. Just common sense. Gewoon nuchter verstand. Omdat je christen bent. Because you're a Christian. Betekent niet dat je nuchtere boeren that you cannot use your common sense anymore. Je bent in een conferentie. You are in a conference. Opeens breekt de salving los. The anointing breaks. Iemand begint te blaffen als een hond. Somebody is like a cat. Een ander begint te miauwen als een poes. Somebody is miauwing like a cat. En dan denk je. And then you think. Dat de Heilige Geest. That the Holy Spirit. Zo werkt. Is working like this. Sorry, lees je Bijbel weer. Sorry, lees het, lees het. Bible again. Read it. Ik heb niet gezegd, zet het onder je kussen. Zet het alleen op je nachtkastje. On your cover. En wanneer je zondag komt. And when you come.
some things. Moet je gewoon weten. You have to really know. Niemand hoeft je te vertellen. Nobody has to have to tell you. Wanneer iemand in, aan het blad is als een geit of een schaap. When somebody is lying like a goat or a sheep. En hij geeft je een profetie. And he gives you a prophecy. En ja. Yes. Je bent daar. You are there. En je wordt bang. And you get sick. Nee, je positie is. Zeg ik de naam van Jezus voor van nonsens is dit. Amen. Ik ben straf in de naam van Jezus. Amen. Jesus. Ik neem dit niet aan. I'm not receiving it. Amen. Ik dacht, ik zal mijn lievelingsbijbeltekst niet zeggen, maar ik ga het weer zeggen. Lucas 10, vers 19. Nonsens. En wij christenen, we zitten daar maar. Nee, ik denk toch wel, dat is een punt. That's why. Het hoeft niet in een conferentie te zijn. It doesn't have to be in a conference. Het kan ook een broeder of zuster zijn. It has to be a brother or a sister. Die denkt dat hij in een geestelijke high is. Spiritual high or something. Luister met uw geestelijke oren. No, listen with your spiritual ears. Neem niet alles klakkeloos aan. Don't say anything just like that. Wat zegt Lucas 10 vers 19? What does Luke 10 verse 19 says? Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Yes. Neem uw autoriteit. All the enemy, nothing shall anyway harm you. Take your position, take your authority. Je hoeft niet alles te pikken. You don't have to take anything just like that. Het lijkt wel alsof wij christenen zijn maar goed gelovig. It seems like we Christians we are like naïef. We are naïef. Alles wat mensen ons zeggen. Everything what people tell us. Ja, zo zal het wel zijn. Oh yes, that's just. Je weet niet wie je bent. And you don't know who you are. Als je niet weet wie je bent in Christus. You don't know who you are. Ja, mijn man is vurig. Ja, yeah, my husband is dus, fire. So? Hij is vurig. Is goed voor hem. Fire is good for him. Hij gaat naar de hemel. Hoe zit het met u? But what about you? Waarom werkt u je eigen redding niet uit? Don't you work at your own self-care? Niet omdat je al met je getrouwd bent. Dat betekent dat het means. Dat je niks hoeft te doen. That you don't have to do anything. Hey. Je moet je redding uitwerken, zegt de Bijbel. You work out your salvation, the Bible says. Met angst en beven. With all fear and trembling. Het is niet de angst van, ja, ik ga naar de hel, No, godly fear. Halleluja. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. En waar in het Oude Testament? And where in the Old Testament? God woonde in een tempel of een tabernakel. God lived in a temple or a tabernacle. God woont nu in u. God lives now in you. U gelooft het niet. You don't believe it? Laten we het lezen. Let us read it. 1 Corinthians. 1 Corinthians. 6. 6. Vers 19 tot en met 20. Vers 19 tot 20. Halleluja. Dank u Jezus. Of weet u niet dat uw lichaam het tempel is van de Heilige Geest? Die in u is en die van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Ik heb het niet geschreven. Read the message. Read the message. Schiet de boodschap er niet, maar lees de boodschap. Halleluja. Weet u waarom sommige christenen nog some Christians still in verslavingen zijn? Are in addictions? Waarom ze nog een kat in het donker krijgen? Why they're still in the dark. Waarom ze vervallen in oude gewoontes. And why they are falling back in their old habits. Want uw tempel. Because your temple. Heeft ruimte gemaakt. Made room. Voor iets anders. For something else. Mm. Als u vol bent van de Heilige Geest. Full of the Holy Spirit. Is er geen ruimte voor iets anders. No room for anything else. Yes. En u vraagt zich af. And you are wondering. Waar u nog masturbeert. Why you're still masturbating. En u vraagt zich af. You are wondering. Waar u nog rookt. Why you're still smoking. En u vraagt zich af. You are wondering. Waar u met deze dingen nog struggelt. Why you're still struggling with these things. Twee dingen. Two things. Eén, je bent niet gevuld helemaal met One, de Heilige Geest. You're not completely filled with the Holy Spirit. En punt nummer twee. And point two. U begrijpt niet. You don't understand. Dat de Heilige Geest. U is gegeven om deze dingen te overwinnen. To conquer all these things. Maar u doet het nog steeds in uw eigen kracht. But you still are doing these things all in your own strength. De Heilige Geest is juist ons gegeven. The Holy Spirit is given unto us. Voor onze zwakheden. Especially for our weaknesses. Maar mensen zijn trots. But people are prideful. Wat is trots? What is pride? Alles wat je doet. Everything that you do. In de
eigen kracht. In your own strength. Preach it. En je zegt, ik ben niet trots, ik ben niet trots. And you say, I'm not prideful, I'm not prideful. Dat ben je wel. Yes, you are. Maar je doet dingen in eigen kracht. You're doing things. En het is te zien. En er is geen bewijs van Jezus in je leven. Now listen. Ik heb het eens een keer op het bord gezet. Once I drew it. Op het bord. On the board. Trots. Pride. Gaat samen met schaamte. Goes together with shame. En wanneer je trots bent. And when you are prideful. Je schaamt je. You are ashamed. Maar weet je waar het ook mee samen gaat? But you know where it also goes together. Liegen. With lies. Weet je waarom? You know why? Want je schaamt je. Because you are ashamed. Dat je trots bent. That you are prideful. Je kan het niet toegeven. And you cannot admit. Dus moet je liegen. So now you have to lie. Zie je niet hoe de duivel je pakt? Can't you see how the devil is trying to take you? Nee, je moet niks zeggen. No. Nee, ik lieg niet, maar dit is wat ik doe. Lying, but don't lie, but this is what I do. Ik zeg niks. I'm saying nothing. Ik beroep me op het zwijgerecht. No, I'm just putting myself in silence here. Je bent medeplichtig! No, you are. You're guilty of it. Guilty as charged! Medeplichtig, schuldig. Want je hebt je mond niet open. Je stond niet voor de waarheid. Je stond voor een leugen. Je zegt. And you're saying. Ja, nou, weet je, christenen kunnen alles quoten, hè? No, and Christians can quote all kinds. Ze zeggen de liefde bedekt tal van overtredingen. Oh, yes, love covers a multitude of sin. Ik heb nergens gelezen in de Bijbel. I have never read in the Bible. Dat liefde en leugen samengaan. That love and lies go together. De Bijbel zegt. The Bible says. Liefde spreekt de waarheid. Dus je comfort je broeder of zuster voor de wereld. So you are covering your brother or your sister for the world. Zodat God niet een slechte naam krijgt. So that God doesn't get a bad name. Maar daarna keer je om naar je broeder of zuster. But then you will turn to your brother or your sister. En zeg hey. And you say hey. Dat ding in je leven. That thing in your life. Dat kan niet hè. It cannot be like this. Daarvoor hoef je geen voorganger te zijn. That's why you don't have to be. You don't have to be a pastor for that. Je moet de waarheid spreken. Speak the truth. En weet je wat wij christenen doen? We klagen in ons hart. We are complaining in our hearts. We zeggen er niks over. And we don't say anything about it. En we hebben dingen tegen mensen in de kerk. And we have things against people in church. En we zeggen nee, we laten and het we gaan. Say, no, let it be. Nee, het gaat niet weg. It is not going away. Beleid uw zonden, zegt de Bijbel. Confess your sins, the Bible says. Als je problemen met iemand hebt. If you have a problem with somebody. Zeg het. Say it. Draag het niet met je mee. And help carry it. De Bijbel zegt. The Bible says. Dat je je boosheid niet moet meedragen naar de volgende dag. You cannot carry your anger into the next day. Dat wanneer de zon onder is gegaan. That when the sun goes down. Dat je het kwijt moet zijn. That you have to be. That it has to be gone from you. Nee, ik heb ze vergeven. Het is al lang weg. It is already gone. Ik heb er geen last meer van. I don't feel it anymore. Maar elke keer als we het erover hebben. Of iets komt daar in de buurt. Something comes close to it. Popt het weer op. It pops up again. Nu moeten we horen over alle oude koeien uit de sloot. We have to hear about all the things in the past. Ja, uw fano. Oh, Jesper, fano. Ja, in 2015. Toen hij pas in de kerk kwam. When you just came to church. Toen mocht hij me al niet. And he already liked me back. Didn't like me back then. We zijn al in 2018. We're already in 2018 now. Je zit er nog steeds terug. Nee, is echt zielig. Wat als Jezus terug was gekomen? What if Jesus comes back now? Or came back? Vanaf dat moment tot nu. From that moment till now. Ik zal niet meegaan. Yeah. You will not go with him. Maar je hebt troep in je hart. You have a lot of junk in your heart. Junk in your truck. Troep in je truck. Okay. Ja. En dan zeggen we zijn een tempel van de Heilige Geest. We're a temple of the Holy Spirit. Nee. No. 2 Corinthians 6, verse 16.
En ik ga zo afsluiten. Ik heb nog één Bijbeltekst hierna. Misschien de beste. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En die in u is en die van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? En vers 17. Oh, sorry. 2 Corinthians 6, vers 16. 2 Corinthians 6, vers 16. 2 Corinthians 6, vers 16. Ik heb inderdaad 1 Corinthians 6, vers 19 en 20 gelezen. Ja. Op welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Amen. Amen. Dus God zegt. So God says. Dit is gewoon echt duidelijk wat er staat. And this is very clear what it says. Wat heeft de wereld? What does the world? En ik? And me? Samen gemeen. Have in common. Ik ben God. I am God. Dat is de wereld. That is the world. Dat is de duivel. Where the devil is. En wat heb ik met hun gemeen? And what is there in common with me and them? Met andere woorden. With other words. Geen compromis. No compromise. Geen compromis. No compromise. Je bent een tempel van Gods geest. You are a temple of the Spirit of God. Je kan geen andere afgoden toelaten. Any other God in your life. Nee, ik heb geen andere afgoden. No, I don't have any other God. Het is alleen Jezus en ik alleen. It's only Jesus and me. Maar wanneer Jezus je vraagt om te bidden. Jesus asks you to pray. Is de televisie toch belangrijker? Afgod. Als Jezus zegt. If Jesus said. Nee, we gaan vandaag toch vasten. We're gonna fast today. Ik wil je bepaalde dingen laten zien. I want to show you certain things. Of ik wil je bekrachten in je gebedsleven. Of wat de instructie dan ook is. Or whatever the instruction may be. Zeg je nee. You say no. Ik heb trek. I'm hungry. Dus je buik. So your belly now. Is nu een afgod. Is your God. Maar je kan het niet afleggen voor Jezus. You cannot put it away for Jesus. En wat zijn de dingen in je leven and vandaag? What are those things in your life today? Die je niet kunt afleggen. That you cannot put aside. Voor God. For God. Dat zijn afgoden. Those things are gods to you. Sommige mensen. Some people. Op de troon van hun hart zit hun man. On the throne of their heart is their husband. Is afgod. Yeah. That is also an idol. Oh, God is jaloerse God. And God is a very jealous God. Hij gaat niet toestaan. He's not gonna allow. Dat hij zijn troon met iemand moet delen. That he's gonna share his throne with somebody else. Deze dag. This day. Ik wil dat u weet. I want you to know. Dat u kostbaar bent. That you are very costly. En dat u iets kostbaars heeft gekregen. And that you have received something precious. Het is niet iets. It is not something. Het is iemand. It is somebody. En hij woont in uw geest. And he lives in your spirit. En zijn naam is de Heilige Geest. The Holy Spirit. En er is niemand zoals hij. There is nobody like him. Dus u moet hem niet zo goedkoop afschrijven. So you cannot just shift him away in a cheap way. Voor je eigen agenda. For your own agenda. Voor je eigen ideeën. For your own ideas. Om je fantasieën maar te vervullen en je wensen. And your fantasies and your wishes come true like that. Nee. No. Wie ruilt God in voor wat? Who is trading God for what? Waarom? Why? De Bijbel zegt wie op een mens vertrouwt is vervloekt. The Bible says who trusts in the arm of flesh is cursed. Jezus eerst mensen. Jesus first people. Daarom. That's why. Dingen kunnen gebeuren. Things can happen. U hoort dat dingen zijn gebeurd. And you have heard that things have happened. Maar luister. But listen. Ik heb mijn verstand erop gezet. I've made up my mind. Ik heb mijn hart erop gezet. I've made up my heart. Ik ga voor niemand naar de hel. I'm not gonna go to the hell. Amen. No way. Ik ga niet bitter worden. I'm not gonna get bitter. Ik ga niet onvergevend gezien zijn. I'm not gonna get unforgiving. Ik ga niet met woede lopen. I'm not gonna sit with rage. En frustratie en stress. And frustration and stress. Het is er niet waard. No, it's not worth it. Weet je hoe mensen zijn? You know how people are? Zo deed ze ook met Jezus. And that's what they also did with Jesus. Ze zeiden, prijzen, halleluja, hosanna. Hey, praise him, halleluja, hosanna. Met een paar dagen. Okay, a few days. Een paar dagen. A few days. Ja. Kruisig hem. Ja. Ja. Crucify him. Daarom. And that's why. Mensen. People. Mensen. People. Ja. Je hebt de Heilige Geest nodig. You need the Holy Spirit. Om van mensen te kunnen houden. To love people.
en vast te blijven houden. And that you can remain loving them. Ondanks alles wat er gebeurt. Despite all that happens. En ook je hebt de Heilige Geest nodig. And also you need the Holy Spirit. Om te herkennen. To recognize. Wie in je leven is geplaatst. Place in your life. Wie is een geestelijke vader? Who is that spiritual Wie is father? Een geestelijke moeder? Who is a spiritual mother? Wie is een echte broer of zus? Who is really a brother or sister in your life? Alleen de Heilige Geest kan je dat openbaren. The Holy Spirit. Maar dit hart, you, because this heart. Ik heb niet over het hart dat bloed pompt. Talk about the heart that pumps blood. Maar dit hart. But this heart. Geest van de mens. Is the spirit of the human being. Er gebeuren zoveel dingen. There are so many things happening. Alleen God kan het openbaren. And only God can reveal it. Iedereen kan tegen je zeggen, ik hou van je, ik hou van je. I love you, I love you. Maar God alleen weet But of het zo God is. Only knows if that is really true. Daarom moet je naar God That's blijven why kijken. You have to still look unto God. Blijf naar Jezus Keep kijken. Keep on looking to Jesus. Maar dat is het allerbelangrijkste. That is the most important thing. Zodat u de boot niet mist. So that you will not miss it. Wat gaat u tegen God zeggen als u voor de hemelpoort staat? If you are before the gate of heaven. Ja, sorry Heer. Yeah, sorry Lord. Ik had het even gemist. I just missed it for a little while. Want ja, ik keek toch naar. I was just looking naar hem. En naar haar. And to her. Ja, en die man die hem heeft gegeven. And the person that you gave to me. And God is looking at you then. God gaat zeggen, ik heb je alles gegeven. I give you everything you needed. Ik heb je mijn geest gegeven. I give you my spirit. En wat doe je ermee? And what did you do with it? Wat doe je ermee? What did you do with it? Je moet ophouden met smoesjes. You have to stop ophouden met excuses. Stop it. Ga één tekst lezen, nog twee. Colossense 2, vers 9 tot en met 10. Colossians 2, vers 9 tot 10. Ja, laat me ook het bord gebruiken. Also use the board. Halleluja. Ik weet niet of iemand dit ooit zo heeft geleerd. Misschien op Alpha cursus. I don't know if deze driehoek. Is it thought like that? Maybe somebody at the Alpha course, the triangle. Weet je dat dit niet klopt? Do you know that this is not right? Okay. Voor de mensen die denken, ik begrijp de hele driehoek. For the people that don't understand what this whole triangle is all about. U bestaat uit geest, ziel en lichaam. You exist from spirit, soul and body, right? Als je dat niet begrijpt, and if you don't understand moet je terug naar de fundamenten. You have to go back to the fundamentals. God spreekt altijd tot uw geest. God always speaks to your spirit. Uw ziel bestaat uit emoties en gedachten. And your soul is compassed all about emotions and thoughts. En het is allemaal in het lichaam. Body, it is all in the body. Een sterfelijk lichaam. Your mortal body. En wat we hebben geleerd is dat op zo'n alpha cursus dat de geest on top moet zijn. That the spirit has to be on top. Wat ook zo is. What is right, what is true. Daar ben ik niet zo tegen. I don't have anything against that. Maar ik snap die verhaal niet gewoon. But I don't understand the equation here. Waarom is die geest zo klein hier? Why is that spirit so small here? Daarom. Ik wil niemand beledigen. And that's why I don't want to offend anybody. Maar als je een alpha cursus hebt gehad. If you did like an alpha course. En je lichaam overheerst je. And your body is ruling you. Is omdat ze je niet hebben uitgelegd wat je moet doen. Because they didn't explain to you what you have to do. De Heilige Geest liet me zien. And the Holy Spirit showed me. Dit is hoe het hoort te zijn. This is the way it's supposed to be. Je geest, your spirit, hoort het meeste zijn. Has to be the most. Alles over te nemen en te domineren. Take over and dominate everything. En je ziel gaat daarin mee. And your en je lichaam soul is cooperating with it and your body is following it. Met andere woorden. In other words. Wanneer je geest domineert. When your spirit dominates. En dan heb ik het dus over dat de Heilige Geest je geest heeft overgenomen. And I'm talking about that the Holy Spirit has taken over your spirit. Kan je gedachten en gevoelens onder check houden. Then you can keep thoughts and feelings under check. En je lichaam is and gezond. Body is healthy. Want als de geest van God je domineert. If the spirit of God dominates you. Accepteer geen ziekte. You don't accept sickness. Accepteer geen kwalen. And you don't accept any infirmity then. Maar heel veel christenen begrijpen het niet. But a lot of Christians don't even understand that. Daarom zijn ze ziek. And that's why they are sick. En daarom hebben ze last van allerlei mindsets. And that's why there are a lot of mindsets with these people. En dit is
de Heilige Geest in combinatie met het woord, hè? Zodat je nu tegen me gaat zeggen, ja, ik sta alleen maar op het woord de Heilige Geest staan. The word of Holy Spirit. Ik heb net uitgelegd dat de Heilige Geest en het woord van God gaan samen. Go together. Amen. Amen. Oké. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Vers 10. Vers 10. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Oké, ik ga het in het Engels lezen, want ik begrijp dat de Nederlandse vertaling niet gewoon... Mag ik vers 9 hebben? For in him the whole fullness of deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form, given complete expression in the divine nature. Vers 10. Vers 10. And you are in him. En u bent in hem. Met andere woorden. With other words. De macht. The might. De kracht. The power. Al wat hij is. All that he is. Alles wat hij heeft. Alles wat hij has. Is aan u gegeven. Is given unto you. Want u bent in hem. Because you are in him. Made full and having come to fullness of life in Christ. You too are filled with the Godhead. Father, Son and Holy Spirit. Have reached full spiritual stature. And he is the head of all rule and authority. Of every angelic principality and power. Welke Bijbeltekst wil je nog meer hebben? What kind of Bible verse do you want more? Welke Bijbeltekst heb je nog meer nodig? What kind of Bible verse do you need? God heeft gezegd. God said. Ik. I. Leef in u. Live in you. In mijn volheid. In my fullness. You two are filled. En u bent ook gevuld. With the Godhead. Met het hoofd van iedere overheid en macht. Father, Son and Holy Spirit. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus u heeft geen excuus. So there's no excuse for you any longer. U heeft geen excuus. There is no excuse anymore. U kunt nu in de volheid van God wandelen. You can now walk in the fullness of God. U kunt in de volheid van God leven. You can now live in the fullness of God. En dat is daarom belangrijk dat u weet dat de Heilige Geest in u woont. And that is why it is so important that you really know that the Holy Spirit lives in you. En dat u weet dat u unlimited bent. That you are ongelimiteerd. Onbegrensd. Ja. Unbounded. Niemand kan u overwinnen. Nobody can conquer you. Begrijpt u wel wat hier staat? Do you really understand what is there standing there? Schrijf het op, mediteer op de hele week. De volheid van God woont in mij. De volheid van God woont in mij. De volheid van God woont in mij. The fullness of God is in me. En ik wil afsluiten met Johannes 14. With John 14. Vers 10 tot en met 12. Vers 10 tot 12. Alle kracht. All power. Is aan u beschikbaar gesteld. Is given unto you. Om u te helpen. To help you. In elk aspect van het leven. Every aspect of life. Zodat u niks in eigen kunnen hoeft te doen. So that you don't have to do anything in your own strength. God wil dat u bewust bent van de Heilige Geest. God wants you to be aware of the Holy Spirit. Niet dat hij bestaat. And not that he just exists. Hij woont in u. And he lives in you. Dus wat het dan ook is in uw leven. Whatever it may be in your life. U kunt het overwinnen. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet te werken. Vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Kunnen we verder gaan? Vers 12. Voorwaar, voorwaar, ik zeg het. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. And they will do greater things than these. Dat is wat Jezus heeft gezegd. And that is what Jesus said. Weet u dan niet? Don't you know dat de Heilige Geest that the Holy Spirit in u woont? Amen. Lives in you. Halleluja. Laten we alle gaan staan. And let us all rise to our feet. Ik wil dat we gaan bidden. I want us to pray. Als u hier bent. If you are here. En u weet. And you know. Dat u de Heilige Geest niet de vrije ruimte geeft. That you don't give room to the Holy Spirit. En u weet. And you know. Dat de Heilige Geest. That the Holy Spirit. Niet een levend persoon voor u is. Not a living person for you is. Maar iets is. That is just something. Of
Or iets is wat van u heeft gehoord. Or something that you just heard about. Of u vindt dat uw relatie met de Heilige Geest niet op een goed level is. Or you think that your relationship with the Holy Spirit is not in a good level. Dan wil ik met u bidden vandaag. Then I want to pray with you today. Voordat we de dienst gaan afsluiten. Before we're going to close the service. Halleluja. Hallelujah. Iemand bidt. Somebody pray.